Ik denk gewoon dat het leven eigenlijk, dat wat je meemaakt, dat wat je ziet, dat dat feitelijk toch de bron is waar alles uitkomt. Als je mijn werk zou moeten omschrijven, dan denk ik dat een onderdeel daarvan is dat het juist zich een beetje probeert te onttrekken aan actualiteit en aan nieuwsonderwerpen, aan dingen die maatschappelijk spelen. Dus als persoon kan ik best geëngageerd zijn, maar op een of andere manier heb ik altijd voor gekozen om dat eigenlijk uit mijn werk heel bewust te houden. Wat ik ook altijd fijn heb gevonden is zeg maar de soort decors die ik maak, want dat zo zou je het kunnen omschrijven, die locaties, decorconstructies. Als die niet letterlijk een bepaalde locatie op aarde zijn ofzo, of niet een Nederlandse plek of cultureel bepaald of weet ik veel wat, maar dus met natuursituaties heb je dat wat minder ofzo, is het wat anoniemer bijna. Het zou op allerlei plekken kunnen zijn. Maakt het qua onderwerp, qua sfeer wat universeler eigenlijk. De animaties zijn meer verwant aan schilderkunst dan aan film. Er zit geen verhaalontwikkeling in, er is geen begin, er is geen einde. Ze bewegen eindeloos door. Het is eigenlijk één situatie, je zou kunnen zeggen een in beweging gezet stilstaand beeld. Misschien als een perpetuum mobile, een eindeloze beweging. Wat schilderen betreft, ik vermoed dat ik wel op een gegeven moment toch wel weer ga schilderen. Alsmaar met de muis werken, dat is ook niet zaligmakend. Dus dat gemis, dat is er soms wel eigenlijk, hè, om echt met verf te werken, echt met het materiaal letterlijk. Tegelijkertijd, hè, om echt een goed schilderij te maken, moet ook wel zeg maar opgewonden worden ergens van. En op het moment heb ik dat met schilderen gewoon minder sterk dan wat met de computer kan.